Ik denk dat het belangrijkste van verzoening is dat het gesteld wordt tegenover wraak. Dat het beleid is van het land om de toekomst niet te baseren op wraak, op het wraak nemen op alles wat er gebeurd is, maar om te proberen weer samen te leven. Roelof Haveman woont al 4 jaar in Rwanda. Hij geeft les aan de universiteit waar rechters en aanklagers worden opgeleid. Haveman heeft veel waardering voor de manier waarop Rwanda omgaat met de erfenis van de genocide van 15 jaar geleden. Je kan niet verwachten 15 jaar na een genocide waar 1/10 van de bevolking een ander 1/10 van diezelfde bevolking heeft afgeslacht. Waarna 5 miljoen op een bevolking van 7 miljoen mensen op de vlucht is geslagen. Wat tot 1998 in een oorlog is verwikkeld geraakt. Dat nu plotseling iedereen verzoend is. Dat iedereen elkaar in de armen valt en zegt je bent mijn beste vriend en wij leven nu samen. Vraag in Nederland naar een willekeurige vader van een kind wat verkracht is of die in hetzelfde dorp wil blijven wonen met de verkrachter. En ik denk dat je honend wordt uitgelachen. Tijdens de genocide werden zo'n 1,2 miljoen mensen vermoord in Rwanda. Ook in de kerk van de Tarama vond een massaslachting plaats. Dat begon door de grenade. En dan is hier naar de kerk. Hij kwam door de machete. De mensen de machete, de mensen de hamer, de mensen de mato en tout ça. Il y a 5000 personnes, de people ici dans l'église. Deze vrouwen brengen eten aan de mensen die gevangen zitten in de Mpanga-gevangenis in Rwanda. Deze modelgevangenis is gebouwd met hulp van Nederlands geld. Vanwege de privacy van de gevangenen mochten we niet binnenfilmen. Op dit schoolbord wordt precies bijgehouden hoeveel mensen er vastgehouden wordt in de Mpanga-gevangenis. Behalve gewone gevangenen zitten hier ook 5000 mensen die betrokken waren bij de genocide. Ze werden allemaal veroordeeld door de Gacaca volksrechtbanken. And the Gacaca, having assisted in the past so much to resolve society problems, including getting some wrongdoers even being having their crimes deduced and reconciled and brought back to society to serve. So I feel Gacaca Court really was the right solution and it has really shown that it is effective by way of judging these people even coming back to society to help their families and their nation. 15 jaar na de genocide zijn bijna alle daders berecht en is Rwanda een stabiel en veilig land aan het worden. Volgens de Nederlandse ambassadeur komt dat niet alleen door de goede resultaten van de volksrechtspraak. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de stabiliteit die er nu is in Rwanda voor een groot deel te danken is aan economische groei. En zoals bekend is Rwanda op dit moment een van de veiligste, zo niet het veiligste land van Afrika.